Waarom jullie begrijpen niks? Ik moet schreeuwen! Assalamu alaikum mensen en welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag wil ik het hebben over een man die ik al jaren ken. De allereerste keer dat ik ooit van deze man heb gehoord, dat is toen ik... Volgens mij was ik toen 16 of 17. En dat is dan 6, 7 jaar geleden. In die tijd, ik had nog geen rijbewijs. En mijn neef, die was op dat moment bezig voor zijn theorie. Die zei van, luister dan, ik heb gehoord van een theoriecursus. Dat heet Altijd Geslaagd. Hij zegt, je betaalt daar eenmalig €180. Je gaat een dagje naar die cursus toe in de ochtend. Helemaal richting Amsterdam. Nou, helemaal richting Amsterdam, in ieder geval. Richting Amsterdam. En daar ga je die cursus dan volgen in de ochtend. En dan vervolgens ga je later op de middag, wanneer je klaar bent met die cursus, ga je die examen doen. En dan ga je die examen 100% halen. En mijn neef die moest die dag dus die examen doen. Die zou met een groepje vrienden, zouden ze samen die kant op gaan. Later komt mijn neef terug. Die zegt tegen mij van, luister dan. Hij zegt, ja man, ik heb mijn theorie gehaald. Hij heeft dus echt wel zijn theorie gehaald. Maar hij vertelde hoe hij zijn theorie heeft gehaald. Hij vertelde van, ja, er was een man. En deze man, die geeft niet op een normale manier, zeg maar, les. Niet de standaard leraar of lerares die je gewend bent. Als je zakt in je kanker, luisteren. Deze man scheldt je uit als je iets fout zegt. Die man verdiende heel veel geld. Dat was de allereerste keer dat ik heb gehoord over deze man. En ik zeg altijd deze man, ik heb het over niemand minder dan Saïd Djinar van Altijd Geslaagd. Daar was hij dus mee bekend geworden. Met dat je bij hem je theorie gewoon kon kopen als het ware. Heel veel klanten zijn daar naartoe geweest. Heel veel mensen hebben bij hem zijn theorie gehaald. Maar op een gegeven moment zag je dat andere theoriecursusbureaus begonnen dat ook over te nemen. En begonnen te concurreren met de prijs. En nu kan je volgens mij voor €100 kan je je theoriecursus gewoon halen. Op een gegeven moment heeft Saïd heel wat filmpjes gemaakt. Werd hij heel bekend op Facebook. Maar ja. Het is een beetje uit de hand gelopen met de filmpjes die hij maakte. Volgens mij was hij ook een belastingontduiker en dat soort dingen. Hij is niet echt een fan van de belasting. Nou is niemand een fan van de belasting. Maar goed, terug naar het verhaal. Daarnaast waren er nog heel veel andere dingetjes gebeurd. Waardoor uiteindelijk zijn Facebookpagina werd verwijderd. Zijn auto werd afgepakt. Er werd beslag gelegd op zijn rekening. En hij moest uiteindelijk gedwongen verhuizen richting Turkije. Waar hij nu al een aantal jaren woont. Vanuit Turkije zijn er nog hier en daar wat filmpjes verschenen wat hij bijvoorbeeld geld laat zien. Voor de duidelijkheid, hè, check. Dit is echt geld. Ja, is niet nep. Ja, is niet nep. Echt geld. Origineel, hè. Dit zijn originele. Je moet dus begrijpen, die €50 zijn origineel. Originele. In ieder geval, deze man heeft heel veel geld. Hij heeft zelfs in de tijd dat hij nog in die theoriecursusgebouw werkte. Dat was volgens mij nog in Den Haag. Toen werkte hij hier zo in Den Haag bij het Ortelgebouw. Mensen in Den Haag, die zullen dat vast wel kennen. Hij had daar een kantoortje. En in ieder geval, op een gegeven moment liet hij ook zelfs zijn rekening zien. Mensen lachen mij uit. Ja, kijk eens even naar mijn rekening. En dan kijken we naar de eerste beschikbare. De reden waarom ik deze filmpje maakte is omdat ik iets voorbij zag komen op ParaTV. Het is dus zo dat hij weer terug is. Nou, was hij al wel altijd aanwezig? Want hij had namelijk een Instagram pagina die heette iets van Street Fashion 87 of Straat Fashion 87. Waarop hij zeg maar namakleren, dus bijvoorbeeld merken als Philippe Plein, Gucci, Louis Vuitton, produceerde hij daar in Turkije. Maar het was echt één op één namaak. Je kon bijna niet zien dat het nep is. En ook heel vaak in zijn filmpjes vertelde hij van, ja, wat jullie kopen, jullie spenderen zoveel geld uit aan die kleren, terwijl ik het hier voor zo goedkoop laat maken. En het is gewoon net echt en dat soort dingen. Daar is hij uiteindelijk verder mee gegaan in Turkije. Nou, heb ik dat toevallig. Even kijken of dat iets zit. Nou, heb ik dat een keertje getest. Ik wilde een keertje eerder een video maken over Saïd van Altijd Geslaagd. En ik probeerde in contact met hem te komen. Maar ik dacht bij mezelf, weet je wat? Ik ga eerst kijken of ik als klant bij hem terecht kan. Ik weet niet of het nog steeds, check even zijn profielfoto. Ik ga stuk, deze man is niet serieus, holle. Hij is echt niet serieus. Ik vroeg dus, oké, wat kostte die Alexander McQueen sneakers maatje 43 bij jou? Hij stuurde een memootje terug. Die is €180, broeder. Oké, we kunnen niet ontkennen, dat is gewoon echt. Je weet toch, Saïd van Altijd Geslaagd. Ik zeg, oké, val eens een beetje groot of gewoon normaal?
wat je maat is, dat is je maat. Het is gewoon zelf de 43 of 43, snap je toch? En dan zeg ik op een gegeven moment, oké, en als ik die schoen wil, hoe doen we dat? Naar wie moet ik overmaken, et cetera? Je kan het overmaken via Western Union, €180. En dan stuur ik het op. Western Union is het. Oké, dus je kan wel zeggen van, oké, deze man heeft nog steeds wel zijn business lopen. Dus je kan nog steeds wel kleren en dat soort dingen bij hem halen als je dat natuurlijk zou willen. Blijkbaar is het dus zo dat deze Instagram pagina met iets van 60, 70, 80 duizend volgers is ook weer van hem verwijderd. Ik denk dat Nederland, de Nederlandse staat, is bezig om deze man gewoon compleet te verwijderen van de geschiedenis, zeg maar, van de Nederlandse geschiedenis. Heel veel filmpjes kan je niet terugvinden, maar gelukkig zijn er ook wat pagina's die filmpjes hebben bewaard. Bijvoorbeeld AMK Productions, zoals je in de video hebt gezien. De Nederlandse staat wil niks te maken hebben met Saïd. Ze willen hem weg hebben, ze willen hem blokkeren, zowel in het echte leven, want hij kan hier niet meer wonen, als, zeg maar, op het internet en social media. Totdat op een gegeven moment een livestream voorbij kwam. En in die livestream maakte hij bekend dat hij dus een nieuwe Instagram pagina heeft. Nou heb ik hem gevolgd, maar hij moet me nog eventjes accepteren. Oh, letterlijk hoe ik nu kijk, hij heeft me geaccepteerd. Laten we even een kijkje nemen op zijn Instagram. Dus precies ja, wat ik al eerder dacht. Hij zet dus zeg maar gewoon wat hij eerder deed op die andere pagina, zet hij voort. Het gaat best wel hard, die man heeft gewoon 25.000 volgers binnen een paar weekjes. Hij staat moeite al voor zichzelf. Kijk, deze man moet mij altijd laten lachen. Los van natuurlijk dat hij de meest verschrikkelijke dingen zegt en dat hij heel veel scheldt en dat hij misschien niet helemaal 100% is. Ik bedoel, wanneer jij zo gek bent op geld, dan klopt er iets niet. Maar ik kijk altijd verder dan die persoon zelf. Ik denk dat het een combinatie is van dingen die hij heeft meegemaakt in het verleden. En de mensen met wie die omging misschien. De mensen met wie die nu omgaat. Het kan van alles te maken hebben. Ik vind het in ieder geval super grappig. Maar je moet het ook meer zien als een geintje. Je moet deze man niet al te serieus, denk ik, nemen. Is dit nep? Is dit nep? Huh? Is dit nep? Sukkels! Jullie zijn dom geboren. Dit is zeg maar, hij is denk ik de beste verkoper daar van de... Kom deze ding! Kom het! Helico! Kom het! Ik denk dat hij echt op die manier werkt. Maar deze man is sowieso niet normaal. Waarom hij echt niet normaal is en wat mij uiteindelijk ook heeft overgehaald om dit filmpje te maken. Deze man heeft gewoon een Kalashnikov in zijn huis. Of mitrailleur, ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, hij heeft het in zijn huis. Hoeveel mensen gaan kijken, broeder? Check! Check, motherfuckers! Check! Mensen, bewapend! Down! Tamia, laat dit op Facebook zien, broeders. Check dit. Mitrailleur, man, mitrailleur. Amenakoyum. Ha? Hij is dus echt een half uurtje live gegaan op zijn Instagram. Probeerde 1000 kijkers te behalen. Lukte niet, Saïd. Maar misschien op deze manier. Het ding is met... Kijk, Saïd van Altijd Geslaagd vergelijk ik een beetje als Pablo Escobar. Hij was rijk. Hij had succes. Hij had macht. We hebben geld en succes. Dan krijg je uiteindelijk ook macht. Maar op een gegeven moment is dat denk ik, je weet toch, naar zijn hoofd gestegen. En wilde hij ook de politiek bijvoorbeeld ingaan. Hij wilde zelfs bij de partij DENK gaan aansluiten. Praten. Maar niet gaten vullen, snap je? Ja, dat moet je voor onthouden, snap je? Ja, wat belangrijk is, bezuinigen. Die moeten we oppakken. Ja, er zijn zoveel mensen die in de voedselbank gaan. Ja, het gaat nergens naartoe, dit land. Je volk moet je opofferen, dat is hartstikke belangrijk. Ja, ik ben zelf een miljonair, dat moeten mensen ook weten. Ik ga mijn geld niet meenemen naar mijn graf, ik wil geschiedenis ingaan. Ja, mensen hebben armoede. Mensen hebben armoede, we moeten alleen maar betalen. Vanaf dat moment gaat het altijd fout. Vanaf dat moment zag je ook van, Belastingdienst kwam achter hem aan, de Nederlandse staat kwam achter hem aan. In ieder geval heel wat mensen, die heeft hij zeg maar wakker gemaakt door middel van die filmpjes. We moeten wakker worden, wakker. Wakker worden jongens, we moeten wakker worden. Wakker man! Letterlijk, hij heeft ze echt wakker gemaakt. Ik heb de beste tip ooit. Saïd, ik heb de beste tip voor jou ever gewoon. Wil je geld verdienen? Wil je nog meer geld verdienen? Breng een eigen wekker uit. We moeten wakker worden, wakker. Wakker worden jongens, we moeten wakker worden. Wakker man! Een speciale Saïd wekker die gewoon bij de blokker of weet ik veel waar
kun je die gewoon halen of online bestellen. De beste wekker die er maar is. Van deze wekker ga je gelijk opstaan. Je gaat gelijk richting school of richting werk. Heel veel dingen die hij zegt, verhaaltjes die hij vertelt. En hij probeert altijd een punt te maken over dingen. Er zit wel een soort van kern van waarheid in, maar het wordt niet serieus genomen vanwege al dat gescheld en dat geschreeuw. Af en toe heeft hij een punt met de dingen die hij zegt. Dan probeert hij inderdaad, ja, hij heeft wel gelijk van heel veel mensen in Nederland die leven zoals de Nederlandse staat dat precies zou willen. Die zitten eenmaal in een systeem en die komen er niet meer uit. In de ochtend opstaan, werken van 9 tot 5, weer naar huis gaan, eten, op de bank tv kijken, volgende dag weer werken. Zo ziet er heel veel mensen in Nederland, zo ziet hun dagbesteding eruit. Sorry, ik kan niet zo leven, ik kan niet in zo'n systeem werken. Je moet gewoon je eigen ding kunnen doen. Wat jij wilt, wat jij leuk vindt om te doen, dat moet je doen. En ik denk dat hij dat probeert te zeggen. Kom uit die visuele cirkel, kom daaruit. En doe wat je leuk vindt. Ze zeggen toch altijd, je leeft niet om te werken, je werkt om te kunnen leven. En daarmee wordt bedoeld, je moet niet je hele leven alleen maar gaan werken. En werk moet in het teken staan van jouw hele leven. Maar je werkt om gewoon te kunnen leven. Je werkt zodat je geld verdient. En met dat geld kan je dus gaan leven, dingen gaan doen. De dingen kopen die je bijvoorbeeld leuk vindt. Uit eten gaan. Je moeder blij maken. Een arm iemand helpen. Dat soort dingen. Ik denk dat hij dat bedoelt, maar dat niet zo kan zeggen. Ik denk gewoon dat zij het lekker van zijn geld moet gaan genieten. Doe lekker je ding. Ik kan wel zeggen dat deze man, hij is niet dom. Hij heeft wel, misschien zegt hij domme dingen en doet hij af en toe dom, maar hij is niet dom. Saïd, ik gun jou echt het allerbeste. Ik wens jou heel veel succes toe, heel veel kracht toe en vooral ook heel veel wijsheid toe. Probeer niet te veel te schelden. Probeer niet al te veel gekke dingen te zeggen. Laat ook geen wapens zien, is ook niet handig. En je geld, laat het ook niet zien. Nee toch, je hebt altijd mensen die gekke dingen willen doen met dat geld. In ieder geval, normaal gesproken sluit ik altijd de video af. Maar ik denk dat de eer gewoon, je weet toch, omdat Saïd vandaag in de hoofdrol speelt van deze video. Saïd, jij mag deze video van mij afsluiten. Tashakkur, Rabi. Like het en laat het liken. Ja, ik hou van jullie. Love.